Ja, KV Mechelen had, was niet nodig dat hij hier de punten pakken thuis tegen Club Brugge. Laten we daarmee beginnen. Ik denk dat er wel een aantal positieve dingen te onthouden zijn van deze eerste wedstrijd. Als de penaltyfout op Verdier wordt gefloten, denk ik dat Simons daar toch wel duidelijk een fout maakt. Als Kocalic van op 40 centimeter van doel niet boven de goal, maar in de goal werkt, dan spreken we misschien op dat moment over een heel andere wedstrijd. Maar dat zijn nu eenmaal zaken dat je pech, geluk maken ook deel van het geheel uit. Maar ik denk dat voor KV Mechelen andere wedstrijden belangrijker zijn dan deze. Hoe ze de komende weken tegen Eupen, Kortrijk, Charleroi en dat soort ploegen uit de verf komen, zal belangrijk zijn. Of dat ze de linkerkolom mogen ambiëren, of dat ze misschien na 5 weken plots helemaal onderaan staan en dat er dan paniekvoetbal binnen de media of zo zou komen. Maar ik denk gewoon, KV Mechelen heeft op zich wel een aantal mooie dingen laten zien ook. Ik denk dat er zijn combinaties mogelijk. Niels Schouterden heeft wel verrast op linksachter, linkervleugel. Om niet echt zijn plaats te zijn. Hij staat liever wat hoger op het veld, maar heeft dat vrij goed gedaan. Jordi van Lerbergen, hopelijk is hij niet te zwaar geblesseerd, want die doet dat ook al in de voorbereiding goed, nu ook weer goed. Ja, de doelman was een beetje twijfelend in het begin, maar die heeft in de voorbereiding een goede matje gespeeld. Dus dat is op zich ook nog geen probleem. Croizet, dat is natuurlijk geen Hanni. Die moet zich nog een beetje aanpassen in het systeem. Maar ik denk wel dat het allemaal nog wel kan meevallen en nog kan in orde komen. En dan moet de 8e-9e plaats nog wel een mogelijkheid zijn. En Cleon Veen met het nieuw stadion is ook niet echt het grote doel. Dat is ook niet voor extra aangekocht. Het is meer aangekocht in die zin van wat vertrokken is, zo goed mogelijk proberen vervangen. Zoals we ook al met Bielica gedaan hebben in de plaats van Kozanovic en Obradovic die vertrokken zijn.